Welkom bij de Je Lijf Werkt podcast. In dit thema Je Lijf Werkt leer je een aantal dingen. Je leert wat organen doen, wat orgaanstelsels doen en hoe orgaanstelsels met elkaar samenwerken. Een orgaan weet je nog wel, een deel van je lichaam en die moet één of meer taken hebben. Bijvoorbeeld je bot is een orgaan, maar ook je hart. Dit is een torso. Dat is eigenlijk je romp. En je romp is je lichaam zonder je hoofd, zonder je armen en zonder je benen. In je romp, in je torso, daar zit een stevig vlies, het middenrif. En dat middenrif verdeelt je lichaam in twee stukken. In de borstholte en daaronder in de buikholte. Oké, hier hebben we het hart. Het hart dat pompt en bloedvaten die vervoeren het bloed. Hart en bloedvaten samen is het bloedvatenstelsel en die hebben de taak het vervoeren van stoffen door je lichaam. Kijk maar, hier zien we het bloed door je lichaam gaan. Het gaat van je hart onderweg naar je hand. En dan weer terug naar het hart. Dat wordt vervoerd door het bloedvatenstelsel. Hier heb je het ademhalingsstelsel. Lucht gaat naar binnen via de neusholte. Naar beneden, luchtbuiktakjes. En komt er tot de lucht, longblaasjes. En gaat dan als zuurstof je lichaam in. Koolstofdioxide komt je lichaam uit. En gaat weer via dezelfde weg, maar in omgekeerde richting terug naar de neusholte. En die adem je weer uit. Dat is de taak van je ademhalingsstelsel. Dan hebben we nog het verteringsstelsel. Voedsel komt eraan in de maag. En die gaat verder door de 12-vingerige darm. En dan komt die terecht in de dunne darm. En in de dunne darm gaan de voedingsstoffen uit dat voedsel je lichaam in. Dat is de taak van je verteringsstelsel. Voedingsstoffen klein maken zodat ze opgenomen kunnen worden in je lichaam. Afvalstoffen komen met het bloed bij de nieren. De nieren filteren die afvalstoffen eruit. En de afvalstoffen gaan via de urineleider en de blaas en de urinebuis naar buiten. De taak van je uitscheidingsstelsel. En spierstelsel en het skelet werken samen om te bewegen. Nou, je hebt gezien ademhalingsstelsel, verteringsstelsel en bloedvatenstelsel. Die werken ook samen. Voorbeelden van orgaanstelsels die samenwerken. Dit was het alweer, de 1.1 podcast. Veel succes met studeren, tot de volgende keer. Let it